gelegen in het publiek moet zich alleen maar gsm zien meer. Hoe komt dit? Zou dit aan jou kunnen liggen? Misschien. Kijk naar alle fans. Hallo fans! Om die bekende gezichten te zien. Is dat het Like Me effect, denk je? Want je komt ook uit die... Ja, dat is waar. Ja, ik zie ze toch ook vaak bij Like Me staan. Dus dat is heel leuk dat ze van Like Me ook mee naar buiten gaan voorstellen. Dus ik mag ook Emma zeggen. Emma, liefje van de schooldirecteur. Ja. Ja, de schooldirecteur, dat is Hugo. Dat klopt, ja. En helemaal nee. Hugo is een jouw. Oké. En ik hoor ook dat jij en Francisco gaan volgend jaar musical. Ja. Hairspray. Gaat dat worden? Ja, we zijn nog niet aan het repeteren. We hebben daar auditie mee gedaan. We hebben de jongens al even gezongen. Maar we gaan één groot feestje met de podium. Ik heb een energie van mijn sterke. Dus het gaat een heel nieuwe twist krijgen. Dus we gaan het zien. Dat is toekomstmuziek. Ja. Single. We hebben al te draaien. Brandgevaar. Ja. Wat is het idee daarover? Het is eigenlijk voortgevloeid uit een situatie waarbij de relatie een beetje is uitgedoofd, maar waarbij je wel gelooft dat hij weer kan worden zoals het vroeger was. Ja. Dat is dat een beetje. Zeg, niks te maken met bosbranden. Nee. Ik kan wel anders. Hoe goed het om hier een zijn, want jij hebt al hier gestaan op ons zomerhitpodium vorig jaar. Dat is waar. Ja. Moest hij depaneren of zo? Zou je dat vertellen? Ja, een dag daarvoor heeft de meesters laten weten dat ze ziek was. En dat in de finale staan bij Reggie voor zwaartekracht. Maar ze had geen stem, dus ja, dat kan je ook geen zin. En dan hebben ze mij opgebeld en heb ik supersnel het liedje geleerd. En dan heb ik ineens gestaan op nationale toneel. Mooi. Super zotte ervaring. Een dag heb jij dat al moeten meenemen. Ja, minder dan 4 uur moeten gaan. Ja? Ja, met naar niks anders meer luisteren. Overal waar je was, ik kan dat niet. Klopt het ook om Lien als die jou gebeld heeft? Ja, dat was via Lester, via haar manager. Pomeline is ook een goede vriendin. Ja, we kennen elkaar al heel lang. Toen we samen nog Annie speelden in de musical. Die afwisselend speelden wij dan Annie. Dat is 2012, dus dat is al 11 jaar geleden. En dan hebben we ook samen met Mike Moon. Dus we kennen elkaar al heel lang. Ja. Of niet meer. Er zijn veel vrienden die meedoen, dus het is moeilijk. Ja, Maxime ook. Ja, ik probeer het wel te verdelen. Ja, je kan zo 3 stemmen uitbrengen. Eerst is natuurlijk echt het zwaarste toer. Dat is een beetje van maar goed. Deze week een beslissende week. We gaan straks optredens van jou zien. Niet alleen brandgevaar zal jij brengen, maar ook nog andere dingen. Ja, ook nog de diepte en springen. Is dat oké? Okay? Is dat oké okay voor jullie? Ja! Nog twee meisjes hier, twee grote fans van mij. Janina. Ja, die hadden een mascotte, de rotte mascotte bestaat. Ah, onze Willy. Ja, we hebben kennis gemaakt met onze Willy. Willy Sommers en wel dat we Willy, de rotte mascotte, even mee mag op het podium straks. Oké, dan gaan we luisteren nu naar Brandgevaar bij wijze van opwarming. Ja, dat is goed. En dan kan jij soundchecken en al die andere dingen die nog moeten gebeuren. Lotte de Klerk, welkom bij Radio 2 aan Zee. Dankjewel. Radio 2 aan Zee. Radio 2.